Nou, het was wel echt hilarisch, maar ik denk dat je erbij had moeten zijn. Zaterdag. En met de vakantiedag moet ik altijd weer nadenken, omdat natuurlijk de vakantie niet op zaterdag begon, maar op vrijdag heb ik een beetje een zondaggevoel. Maar het is echt keihard zaterdag. Ik ben aangekleed, ik heb deze blouse aan. Ik vergeet tegenwoordig altijd waar alles van is. Deze is volgens mij van French Connection en deze is ook van French Connection. Ik ben helemaal French Connection vandaag. Ik heb nog geen laars aan. Ik ga de ochtend en middag rommelen in huis en ik heb vanavond een heel speciaal etentje. Ik ga met mijn broertje en mijn opa uit eten. Dus dat is wel heel leuk, opa met de kleinkinderen. Dat is ook niet iets wat we vaak doen, maar daardoor vind ik het wel echt wel leuk en het voelt wel bijzonder om dat te doen. Dus ik heb daar echt zo verschrikkelijk veel zin in. En we gaan wel vaak met z'n allen uit eten en dan is ook Sarah erbij en dan gaan de gesprekken toch altijd wel heel anders. Want ja, met een kleine, dat beïnvloedt de gesprekken. En dat is prima, dat is hartstikke leuk ook. Maar ik denk dat dit toch ook wel heel erg leuk is. Dus ik kijk ernaar uit. Ik ga nu gewoon even stofzuigen door het huis halen. Allemaal dat soort dingen waar ik helemaal geen zin in heb, maar wat ik wel ga doen. En zelfs de camera aan het opruimen vind ik ook heel prettig. Want die maakt er echt een rommeltje van hier tot Tokio. En ja, daarna gaan we de deur dadelijk uit. Op weg naar mijn moeder, van mijn ouders. Sarah wegbrengen. Genoeg gedaan in huis. We zijn eigenlijk al gesloopt. Maar de avond begint nog. Maar goed, ik heb er echt heel veel zin in. Oh, ben je het zoeken? Maar je moet niet meer die zoeken, schat. Ik weet niet wat je zoekt, maar... Dan moet je eerst wachten waar je bent. Slam! Ja, slam is altijd leuk, hè? Die vinden we samen leuk. Ik zit met Orlando in de auto en we zijn op weg naar opa. En we zijn echt mega vroeg. We hadden echt rekening gehouden met file. Maar we hebben alles mee. Dus ik had echt verwacht dat we zeker 30 minuten later aan zouden komen. Terwijl gisteren was het natuurlijk precies andersom. Toen gingen we op tijd weg. En toen moest ik met Sarah naar zwemles. En toen hadden we alles tegen. En toen werd het echt rennen, vliegen en haasten. En waren we last minute. En het is gewoon dezelfde weg. Hoe dat dan kan verschillen. Ja, nu zijn we 40 minuten vroeg. En gisteren hebben we er 40 minuten lang over gedaan. Heel apart. Ook echt allebei precies 40 minuten. Ja, maar het is een ringweg, dus kunnen we nog een rondje doen. Ja, echt hè? Ja, een half rondje. Het is 40 minuten rijden, dus ja. Ja. Nou goed, dan gaan we opa verrassen dat we heel vroeg voor de deur staan. Ben je ruikt gestrest. Ja, echt. Sorry opa. We zijn opa aan het bespieden. Hij zit nog even voor de tv en naar buiten te kijken of hij ons rijdt, maar wij zijn er al. Echt te grappig dit. En we staan gewoon de hele tijd voor het raam. Hoor je ze aan het zwaaien? Dit is echt te leuk. En hij kijkt uit het andere raam, maar hij ziet ons niet. Je ziet jouw dansje niet. De hele Macarena? Nee. Ja! Hij heeft het door. Hier, Macarena doet wonderen. Was zo raar, want normaal wil mijn broertje altijd naar zijn eigen huis rijden. Maar nu wilde hij naar mijn huis rijden. En normaal als je me afzet, dus naar mijn huis. En nu wilde hij dus precies andersom doen. Maar ik had ook echt zo'n gevoel in de auto van, ik word thuis afgezet. Dus we waren echt helemaal, zeg maar, de draad kwijt. En normaal doen we het altijd anders en nu dus niet. Nou, het was wel echt hilarisch, maar ik denk dat je erbij had moeten zijn. En het was sowieso gewoon echt een hele leuke avond. We hebben daarna nog even bij mijn opa gezeten, nog even gekletst.
gewoon herinnering opgehaald en verhalen, echt grappige verhalen van mijn opa van vroeger. En dat is gewoon zo leuk om te horen. En ook, ja, opa is natuurlijk voor mij opa en voor mijn broertje ook, maar die is ook jong geweest. En toen heeft hij ook dingen gedaan en uitgehaald. En ja, dat is gewoon heel erg leuk om dat soort dingen te horen. Want ja, opa is altijd de gezellige, maar ook zo keurige man. Maar die ook zo keurige man was vroeger ook jong en deed andere dingen. En dat, ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dus ik ga met een zeer voldaan gevoel naar huis. Oh, het is ook best wel laat al. Dus nou, even kijken of ik nog wat ga doen. Of dat ik gewoon lekker ga slapen. Ik ben er klaar mee voor vandaag. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen. Ik ga mijn tanden poetsen. En ik ga lekker slapen. Dus, zoals altijd. Bedankt voor het kijken. Ben je niet geabonneerd? Klik even op abonneren hieronder. Maak je me heel blij mee. Laat een duimpje achter. En reageer hieronder of op mijn Facebookpagina. Mama bakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei.